Rusland uit dreigende taal richting schepen die graan vervoeren bij Oekraïne. Volgens de Russen is elk schip een potentieel gevaar. Poetin daagt daarmee Erdogan uit en kan Afrikaanse landen tegen zich in het harnas gaan jagen. We gaan de laatste ontwikkelingen bespreken met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Meneer de Kruijf, ja, die graanschepen, dat gaat over, dat is heel veelomvattend. De wereldvoedselprijzen, et cetera. Dat is een hele gespannen situatie. Ja, en het is geen toeval dat dat gebeurt nadat de deal is afgelopen, maar ook nadat de brug naar de Krim is aangevallen door Oekraïne. Dus het lijkt erop alsof de Russen eigenlijk alles over hebben om deze oorlog alsnog te gaan winnen. Zelfs het verliezen van steun in de Afrikaanse landen door het blokkeren van de graanexport. Ja, die haven van Odessa die is ontzettend belangrijk en juist die is aangevallen door de Russen, die infrastructuur. Ja, dat gaat eigenlijk wel heel ver, hè? Ja, Odessa was tot nu toe eigenlijk nauwelijks een militair doel voor de Russen. Die gebruikten hun wapens om diep op Oekraïns gebied op te kunnen treden. Meer om de Oekraïnse troepen te bestrijden en het offensief tegen te gaan. Wat we zien na de aanval op de Krim en het klappen van de deal is dat Odessa wordt aangevallen. En dat is op zich nieuw. Ja, Turkije, Erdogan die heeft gezegd we gaan schepen escorteren. En door die graandeal verwierf hij natuurlijk ook een bepaald aanzien. Dus voor hem is het heel belangrijk dat dat gewoon door blijft gaan. En Poetin zegt de graandeal keert alleen terug onder Russische voorwaarden. Dit kan nog wel eens heel spannend gaan worden in de Zwarte Zee. Dat zou zeker spannend kunnen worden. Ook omdat Erdogan natuurlijk heeft ingestemd met de toetreding van Zweden naar de NAVO. Dus hij is toch een beetje de andere kant op gegaan. Dit zou best van Poetin een reactie kunnen zijn op wat Erdogan de laatste weken heeft gedaan in politiek opzicht. Ja, maar ziet u voor zich, we hebben een graanschip. Daar gaan Turkse fregatten naast varen. Ziet u nou echt gebeuren dat die straks met raketten worden beschoten? Zou Poetin dat durven? Als het zou gebeuren, dan praat je feitelijk van een artikel 5... operatie, dat wil zeggen dat NATO wordt aangevallen. En als NAVO wordt aangevallen, dan wordt heel NAVO aangevallen. Dus dat zie ik zeker niet gebeuren. Dat is ook voor Poetin veel te riskant. Maar gevaarlijk is deze situatie wel degelijk. Ja, kunt u een inschatting maken? Zou die het aandurven? Want u zei al een soort van, nou, ik verwacht het niet. Nou ja, kijk, als Poetin de NAVO tegen zich inneemt, dan weet hij zeker niet dat hij deze oorlog niet gaat winnen. En dan escaleert hij op een vreselijke wijze. Dus ik denk niet dat hij dat gaat doen. Maar je ziet dat Poetin er alles voor over heeft om deze oorlog alsnog te winnen. Het gaat niet echt goed, aan beide kanten niet. Maar hij gebruikt nu alle middelen die hij heeft om deze oorlog alsnog te gaan winnen. En dan neemt hij gewoon een bepaald risico mee. Ja, u zei van de oorlog gaat niet bepaald goed. Er is ook wat bezoek geweest aan het Oekraïnse front. En langzamerhand wordt een beetje de conclusie getrokken dat geïntegreerd vechten toch veel moeilijker is. Dat je daar veel langer voor moet trainen. Dan verwacht. Nou, volgens mij weet u als panzerinfanterist, is geen ander dat daar heel veel bij komt kijken. Heeft Oekraïne zich een beetje daarop verkeken? Nou, dat weet ik niet. Wat je wel ziet is dat ze wat anders zijn gaan optreden de afgelopen weken. En dat is dat ze meer de logistiek van de Russen gaan aanvallen om ze eigenlijk langzaam te laten doodbloeden. En heel handig gebruik maken van hun verbindingslijnen die wat korter zijn dan die van de Russen. Om overal op korte tijd aanvallen te creëren. Waardoor de Russen dwingt hun reserves in te zetten. Dus dat is geen grote doorbraak. Die gaan wij waarschijnlijk ook niet zien. Door al die verdedigingslinies heen breken kost je gewoon te veel. Maar je kunt ook de Russen meer op een indirecte manier vernietigen. En dat is eigenlijk niet door ze uit te manoeuvreren, maar door ze te slijten, langzaam maar zeker. En als dat gaat gebeuren, ja, dan kun je ook effecten hebben, alleen duurt het wat langer. Ja, en dat betekent ook weer een extra stroom aan wat meer lange afstandwapens, of niet? Daarvoor heb je die juist nodig. Om die Russen die in de diepte zitten, hun logistieke knooppunt, maar ook hun reserves die achter het front zijn opgesteld, om die te kunnen aangrijpen. En als je dat kan, dan verlam je eigenlijk de Russen langzaam maar zeker. Dan knijp je ze eigenlijk dicht. Dan gaan we het even hebben over Wagner. Prigozhin die zou hebben gezegd dat Wagner voorlopig niet terugkeert in Oekraïne. Dat betekent iets voor de strijd. En dat betekent ook nog steeds dat die hele integratie van Wagner in de gewone strijdkrachten ook nog steeds niet helemaal vlekkeloos verloopt. Nee, er spelen drie dingen een rol. Het eerste is dat Wagner is natuurlijk een instrument voor Poetin in zijn buitenlandpolitiek, met name in Afrika. Die heeft hij gewoon nodig, die kan hij niet zomaar opheffen. Dus vandaar dat hij de strijd die hij nu in Wit-Rusland heeft waarschijnlijk daar gaat inzetten. Wagner ziet zichzelf ook als een elite, dus de integratie van die mensen in het Russisch leger zullen ze niet gauw doen, want dat zien ze als een degradatie. En de gevechtskracht van Wagner is inmiddels zodanig dat het in deze oorlog in Oekraïne zelf eigenlijk geen
groot gewicht meer in de schaal legt. Dus het is een logische keuze om zich te beperken tot buitenlands beleid voortzetten en die wagengroep verder binnen Oekraïne marginaliseren. Ja, en dan blijkbaar kan Prigozhin dat nog steeds redelijk autonoom beslissen, hè? Ja, dat denken we. Maar weet natuurlijk niet waar Prigozhin de afgelopen 3 weken is geweest, wat hij te horen heeft gekregen. De macht in elk geval en de machtsstrijd tussen hem en het Russische leger, kunnen we nu al na 3 weken zeggen, die is beslist in het voordeel van het Russische leger. In Shoigu en Gerasimov, dat zijn nog steeds de naasten van Poetin. Ja, ik zei het net al, hè. Odessa is gebombardeerd, andere steden. We hadden eigenlijk een beetje verwacht dat die aanvoer van Russische raketten langzaam zou stokken, dat die voorraad op zou zijn. En je krijgt ook het idee dat de Oekraïnse burgers zich er niet meer zo heel erg druk om maken. Heeft dat überhaupt dan nog effect wat de Russen doen? Nou, het heeft wel degelijk militair effect, zolang ze in de diepte militaire doelen gaan aangrijpen. En nu in Odessa bijvoorbeeld, dan dwing je wel om de luchtafweer in te zetten. En je ziet dat met name de luchtafweer enorm slijt aan de Oekraïnse kant. Niet alleen qua wapensteen, maar de munitie die wordt verschoten is ook enorm. En het is ook geen toeval dat het laatste pakket, het steunpakket van de Amerikanen aan Oekraïne, bestaat uit luchtafweerraketten. Dus dat blijft toch een cruciaal iets in deze strijd. En de vraag is inderdaad, wie houdt het langer vol? Het Westen met de bevoorrading van Oekraïne met bijvoorbeeld deze luchtafweerraketten, of de Russen met het produceren van raketten of het halen van raketten uit Iran bijvoorbeeld. Daar heel veel drones komen uit Iran die ze inzetten. Ja, en wij hebben natuurlijk niet echt die doctrine gehad, hè, voor zo'n slijtageoorlog in NATO-verband. Het was altijd snel manoeuvreren. Kunnen we dat qua industrie nog wel snel genoeg bijbenen? Nee, wij lopen daarop achter en dat wisten we. En voordat je voor zo'n productielijn opstart, duurt echt soms jaren. Je ziet nu wel dat met name in de Verenigde Staten en in Duitsland die productie wel langzamerhand op gang begint te komen. En dat is ook broodnodig, want daar liggen we echt achter. Als je kijkt wat het verbruik is op het slagveld, geldt overigens ook voor de Russen, is het verbruik nog steeds hoger dan dat je kunt aanvoeren. En dat betekent dat deze oorlog vooral ook een logistieke oorlog is geworden aan beide kanten. Ja, de conclusie, het is niet alleen een tragische oorlog, maar het is ook een heel duur spelletje. Ja, en het gaat erom wie dit het langste gaat volhouden. En Poetin gokt nog steeds dat hij de sterkste is. Marten Kruijf, voormalig bevelhebber der landstrijdkrachten. Dank u wel.